Ik heb wel eens Piet van de Pennen geïnterviewd. Dat was de hoofdsponsor van RKC. Ja. Dat heeft ook destijds in VI gestaan. Daarom kan ik het rustig vertellen, want die meneer is overleden. Maar die heeft hem gewoon opgebiecht in dat interview. Kijk, hij wilde met RKC naar het betaalde voetbal. Dus hij moest kampioen van Nederland bij de amateurs worden. En dat hij dus tegenstanders betaald heeft om RKC te laten winnen, omdat hij naar het betaalde voetbal moest. Kijk, daar kraakt geen haarnaars, die man daar nooit over praat. Maar dat soort dingen gebeuren, ook in Nederland. Ja. Ja, dat is ook wel weer waar, inderdaad. Maar België is nu wel heel groot aan het zijn. En, nou, maar ja, dat België, staat in... je hebt die Chinezen heb je gehad. Ja. Die, heet die gozer? Jee, hoe weet ik wel. Of Yi, of Jo. Ja, maar ja. Ja. Niet, even niet twee. Dus, ik word gek voor jou, weet je. Ja, ik weet het, ja, sorry. Dus als je een man die het leuk vindt, dus daar doe ik het voor. Ja. Hij moet steeds aan de lachen. Kunt u daarmee stoppen, want dan blijft hij doorgaan, hoor. Ja. Ja, is de broer van mijn vader. Nee, maar het is een pijn op het moment. Heb je die man ook betaald? Ja, die heb ik zwaar betaald zelfs ook. Hè? Die is ook van vullen voeden. Vond u dit een leuk filmpje? Wilt u er meer zien? Abonneer u dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.